De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Rogelio Dodson, heeft zich gisteren in de Nationale Assemblée moeten verdedigen over de kwestie Alcoa-Suralco. De VHP-parlementariërs Chandrika Prasad Santokhi en Asis Kumar Gayadin beschuldigen hem van opzettelijke misleiding als het aankomt op de informatievoorziening aan de Assemblée over de multinational Alcoa. Santokhi herinnerde de minister eraan dat hij in het parlement had aangegeven dat de regering de memorandum of understanding met de Alcoa over de afbouw van de Brokopondo-overeenkomst had opgezegd. Echter blijkt dat de regering juist doorgaat met de MOU zonder dit aan de Nationale Assemblée te melden, zegt Santokhi. De voorzitter van kwestie Suralco in het parlement die schrijft een brief naar de minister. En de minister die antwoordt dat er geen actuele informatie is, voorzitter. En ik wil aandacht vragen van het parlement. De minister geeft het antwoord op 28 maart dat er geen actuele informatie met betrekking tot Alcoa-Suralco kwestie is, voorzitter. Voorzitter, dan zien we namelijk een andere brief van Suralco gericht aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen van 28 februari. Waarin Suralco duidelijk aangeeft dat Suralco wenst over te gaan tot overdracht van concessierechten. Van ook faciliteiten van Kurmotibo en Nassau per 15 maart. Voorzitter, kijkt u hoe de minister omgaat met het parlement. Constant misleiding en misleiding. En ik heb het gevoel, voorzitter, dat inderdaad onderhandelingen in kleine kamers plaatsvinden. En ik roep het totale parlement op om na te gaan hoe de minister met het parlement omgaat. En het vertrouwen in de minister op te zeggen, want we worden constant misleid, voorzitter. En dit gaan we niet kunnen accepteren. De minister van NH geeft aan dat nadere details met betrekking tot Suralco-kwestie verwezen wordt naar kabinet-president, voorzitter. Terwijl de minister daar zit en verantwoordelijkheid heeft en de regering, de staat, terwijl we hier praten, voorzitter, dat Suralco er wordt een overeenkomst getekend met Suralco om extra 20 megawatt te leveren voor 6 cent per kilowattuur, voorzitter. Terwijl wij hier zeggen dat er niets meer betaald moet worden, tekent de staat weer een 20 megawatt extra. Voorzitter, waar het bij mij om gaat, zit de minister daar voor spek en bonen, geeft hij ons aan dat er geen nadere informatie is, terwijl andere dingen daar plaatsvinden. Daar gaat het om, voorzitter. Asis Gayadin. Toen minister Dodson aan het woord kwam, beet hij van zich af. Hij ontkende de beschuldigingen van beide parlementariërs en benadrukte dat hij juist alle informatie doorspeelt aan het parlement. Ik wil verwijzen naar mijn e-mail van 28 april 2017 en vandaag nog 11 mei 2017, waar ik alles wat ik wist in het kader van, en ik ben de mail ook zo begonnen, in het kader van de afspraken die gemaakt zijn tussen het parlement en de regering, geef ik u door wat ik weet. En wat ik weet, wat ik ben gerapporteerd geworden enzovoorts, dat heb ik dus teruggegeven aan het parlement. Mevrouw de voorzitter, ik heb ook gehoord over een aantijging dat ik iets zou hebben getekend. Helemaal niet. Ik heb niks getekend over stroomoverdracht, mevrouw de voorzitter. Dat is pertinent onjuist, om het niet een leugen te noemen, mevrouw de voorzitter, maar onjuist te typeren. Er is een verzoek gedaan vanuit EBS. Als ze in plaats van 80 megawatt, 100 megawatt mogen trekken. Wij als NH hebben wat advies daarop gegeven. En dat is alles wat ik er vanaf weet. Dat was dus de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Rogelio Dodson, gisteren in de Nationale Assemblée. Hij wordt door de oppositie ervan beschuldigd het parlement te hebben misleid in de kwestie Alcoa, Suralco.